Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, zal het Saramakka-kanaal uitbaggeren. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. De Wereldbank financiert het project. Volgens het ministerie moeten er eerst enkele procedures gevolgd worden voordat het kanaal wordt uitgebaggerd. Tijdens de werkzaamheden kunnen er ook milieu- en sociale veranderingen optreden. Hierover is er reeds gesproken met buurtbewoners. Ritesh Sarju, senior technisch medewerker van het ministerie, zegt dat het kanaal ruim 60 jaren terug een volledige onderhoudsbeurt heeft gehad. Het Saramakka-kanaal, dat 30 kilometer lang is en 40 meter breed, ontwatert Saramakka, Wanica, Kwattaweg en Paramaribo-Zuid. Het uitbaggeren van het kanaal heeft het positief effect dat de gebieden niet meer onder water komen te zitten bij zware regenval.